Ze hadden honger en ze waren doodmoe van de reis. Ze klopten bij heel veel mensen aan. Maar niemand wilde hen binnenlaten. Wacht, is Jezus geboren. Hij zal iedereen blij maken. Nieuwsgierig stonden de herders op. Ze wilden meteen naar Jezus toe. Die kant uit, altijd rechtdoor. De schapen liepen vrolijk met de herders mee. Uren en uren liepen de herders, maar moe werden ze niet. Toen zagen ze een stal waar licht brandde. Zou het daar zijn? Dat is Jonathan. I'm
wat Harry en Paul brengen. Dank u, Heer, dat u zoveel mensen hierin heeft gestuurd in deze kerstdienst. Ik mag zien wat Harry en Paul hier in En ik bid u, Vader, wilt u uw liefde ontlaten? Bij de kerstdienst van Life Community Church. Selamat datang di Lamp Ibadah LCC. En voor degenen die hier voor de eerste keer zijn, ook jullie van harte welkom. Juga selamat datang bagi setiap orang yang hari ini baru hadir. Delen uit de Bijbel. Hari ini saya mau membawakan sedikit dari Alkitab. En ik wil als eerste beginnen met waarom wij kerst vieren. Dan pertama-tama saya mau mengutarakan kenapa kita merayakan hari Natal. We hebben zojuist een toneelstukje gezien van de kinderen. Kami baru melihat acara dari anak-anak, sandiwara. Daarin lieten zij zien hoe Jezus is geboren op aarde. Dari sana kami sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus telah dilahirkan. Maar wat wij vieren met kerst is inderdaad de geboorte van Jezus. Memang kami merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Alleen we moeten begrijpen dat Jezus is... was niet alleen toen geboren. Jezus is God. Hij was vooral van het begin. Jadi kami tidak harus hanya mengerti kenapa Tuhan Yesus itu dilahirkan, tetapi kami harus mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah ada sejak lalu. En Jezus is naar de aarde gekomen om onze zonden te dragen en ons eeuwig leven te geven. Dan hidup yang kekal. En Jadi teman-teman, saat ini kami sudah di luar dan saatnya untuk pulang ke rumah. Jadi ini outfit saya, bisa dilihat. Saya harap kalian semua menikmati, enjoy,
And I see you in my next video. Merry Christmas. Bye bye guys. Love you.